In de vorige video hebben we gekeken naar het ontstaan van die Koude Oorlog en daar zullen we nu eens even op verder gaan. We hebben ons tot nu toe vooral gericht op Europa als het gaat om die Koude Oorlog, maar je ziet al aan de titel van deze video dat het nu een wereldwijde Koude Oorlog gaat worden. 15 jaar waarin we over de hele wereld zullen gaan, maar we beginnen even met een begrip dat we al eerder gezien hebben, namelijk die containmentpolitiek. En die containmentpolitiek, dat was die politiek van de Amerikanen waarbij zij door middel van het geven van financiële en militaire steun probeerden om de uitbreiding van het communisme tegen te gaan. Nou, dat deden ze dus in Europa met dat zogenaamde Marshallplan en dergelijke, maar dat gaan ze nu ook in Azië doen en dat gebeurt nadat China ook communistisch is geworden in 1949 als Mao Zedong daar de leiding heeft genomen door middel van een staatsgreep. En dan zie je dus dat er ook containmentpolitiek gaat worden toegepast in Korea tijdens de Koreaoorlog, komen we zo op terug, en in Vietnam tijdens de Vietnamoorlog, die ook voorbij zal komen. Eerst even naar die Koreaoorlog. Die Koreaoorlog duurt 3 jaar, zoals je al zag. En dat begint eigenlijk al in Potsdam, bij die conferentie. Want daar wordt Korea verdeeld in een communistisch noorden en een kapitalistisch of democratisch zuiden. Dat communistische noorden wordt gesteund door China en de Sovjet-Unie en dat kapitalistische zuiden wordt gesteund door de Verenigde Staten. Nou, in principe niks aan de hand als het land verdeeld is, maar in 1950 vallen noordelijke troepen Zuid-Korea binnen. En dat is het begin van de Koreaoorlog. En hier zien we die oorlog op een kaartje en je moet eigenlijk gewoon de cijfers met de pijltjes volgen. En dan zien we dus bij de pijlen 1 dat het noorden eerst diep doordringt in het zuiden. Maar dat is het moment waarop de Amerikanen besluiten in te grijpen. Zij roepen de Verenigde Naties op om Zuid-Korea te gaan steunen. Er worden troepen gestuurd vanuit de Verenigde Naties. Maar dat zijn vooral Amerikaanse troepen en Amerika neemt dan ook echt de leiding. Nou ja, en dan zie je dus ook op het kaartje bij pijltje 2 dat het noorden ver wordt teruggedrongen. En dat is het moment waarop China besluit in te grijpen, pijltje 3. En dan is de strijd eigenlijk weer, gaat die weer helemaal de andere kant op. Maar ja, uiteindelijk komt er in 1953 een einde aan deze oorlog, een wapenstilstand. Er wordt geen officiële vrede gesloten, die is er nu nog steeds niet. En Korea is tot op de dag van vandaag verdeeld in een communistisch noorden en een vrij kapitalistisch zuiden. En opnieuw zie je hier dus hoe de Amerikanen probeerden om de uitbreiding van het communisme te containen, die containmentpolitiek dus. En die containmentpolitiek gaat vanaf 1954 samen met de zogenaamde domino-theorie en massive retaliation. Het zijn allebei begrippen die onder leiding van Eisenhower worden geïntroduceerd. Sterker nog, Eisenhower komt zelf met die domino-theorie. Wat houdt die in? Nou ja, die domino-theorie wil zeggen dat als één land communistisch zou worden, andere landen in de regio zouden volgen. En dat zie je bijvoorbeeld op die afbeelding hier ook. Stel nou dat Vietnam communistisch zou worden, dan zouden daarna de buurlanden Laos en Cambodja volgen. Dan zou het communisme misschien wel overslaan naar Thailand, Burma, India en Bangladesh. En dan zou heel Zuidoost-Azië communistisch zijn geworden. Eisenhower zei dus dat voorkomen moest worden dat de eerste communistische steen zou vallen. En daar moest alles aan gedaan worden. En die domino-theorie werd dan ook het uitgangspunt van het Amerikaanse buitenlandse beleid tijdens die Koude Oorlog. Daarnaast kwam de minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, met de zogenaamde Massive Retaliation tactiek. Een scherpere reactie op communistische agressie waarbij het gebruik van nucleaire wapens niet zou worden uitgesloten. Oftewel, als er nog ooit communistische agressie ergens op de wereld is, dan kunnen wij best een kernaanval inzetten, zeiden de Verenigde Staten. Dit is natuurlijk een heel gevaarlijke tactiek, want de Sovjet-Unie had kernwapens, China was bezig met het ontwikkelen van kernwapens en ja, dat zou best wel eens tot een derde wereldoorlog kunnen leiden. Zeker als vanaf 1955 er intercontinentale raketten zijn aan allebei de kanten, waarmee ze elkaars complete grondgebied met kernwapens zouden kunnen bestoken. Dus ja, die massive retaliation tactiek, ja, die werd ook al vrij snel weer losgelaten, die werd als te gevaarlijk gezien. Die domino-theorie, die bleef wel bestaan. En samen met die containmentpolitiek was die ook bepalend voor de strijd in Vietnam. Waar komt Vietnam ineens vandaan? Eerst even de eerste periode. Vietnam is dan een Franse kolonie. En op zich zou je zeggen, daar hebben de Verenigde Staten dus helemaal niets mee te maken. Dat is ook zo. Het is een probleem van de Fransen in eerste instantie, want er is een onafhankelijkheidsbeweging, de Viet Minh, onder leiding van Ho Chi Minh. En die wil Vietnam onafhankelijk maken van Frankrijk. Nou, er ontstaat een guerrillaoorlog tussen de Franse soldaten en die communistische Viet Minh. En die wordt uiteindelijk in 1954 verloren door Frankrijk. En Frankrijk besluit zich terug te trekken. Tegelijkertijd wordt in Genève afgesproken, waar de vredesbesprekingen plaatsvinden,
dat Vietnam verdeeld zal worden in het noorden en het zuiden. En dat noorden zal in handen komen van de Viet Minh. En dat is eigenlijk ook het moment waarop de Verenigde Staten instappen. Zij nemen de strijd tegen de Viet Minh over. In principe zijn ze voor decolonisatie en voor onafhankelijkheid, maar in het geval van Vietnam niet, want die Viet Minh die was communistisch. En de Verenigde Staten wilden niet dat de heel Vietnam communistisch zou worden. Vandaar dat zij dus die strijd tegen de Viet Minh gaan overnemen. Betekent dat dat Eisenhower meteen massaal soldaten gaat sturen of iets dergelijks? Nee, Zuid-Vietnam moet in eerste instantie zelf zien op te lossen en krijgt hele beperkte steun van de Verenigde Staten. En dan moet je dus vooral denken aan steun in de zin van geld en van goederen, maar niet zozeer in de zin van militairen. En die Vietnamoorlog zal misschien wel uitgroeien tot het voorbeeld van hoe die Koude Oorlog gevoerd zal worden, maar daar komen we later even op terug, want die Koude Oorlog werd niet alleen op de aarde gevoerd, maar ook in de ruimte. De strijd om de ruimte was een soort prestigestrijd geworden tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. In 1957 was het de Sovjet-Unie namelijk als eerste natie gelukt om een satelliet in een baan om de aarde te brengen met het hondje Laika dat je hier ziet. Helaas heeft dat hondje niet overleefd, maar goed, daar zullen we het nu verder niet over gaan hebben. Dat is een beetje een zielig verhaal natuurlijk. Maar goed, hij is wel in de geschiedenisboeken terechtgekomen. Wie ook in de geschiedenisboeken terechtkomt, is Yuri Gagarin. Een cosmonaut, de eerste mens die een ruimtereis uitvoert. Ja, en hiermee neemt de Sovjet-Unie dus een grote voorsprong op de Verenigde Staten. Nou ja, Kennedy, die hebben we al eerder voorbij zien komen, die laat dat natuurlijk niet op zich zitten. Die heeft dat hele plan van die nieuw frontier en hij wil dus ook dat de Verenigde Staten als eerste een mens op de maan gaan zetten. Voor het einde van dit decennium, zegt Kennedy, voor het einde van de jaren 60 dus, staat er een Amerikaan op de maan. Maar goed, terwijl Kennedy hier plannen voor maakte, kreeg je ook met hele andere problemen te maken en daarvoor gaan we weer even terug naar Europa. Europa was verdeeld geraakt, Oost-Europa hoorde bij de invloedssfeer van de Sovjet-Unie, was communistisch geworden, en er was een groot ijzeren gordijn eigenlijk over Europa aangebracht, een scherpe grens. Die hele grens die daar op het kaartje ook loopt, je ziet daar die dikke paarse lijn lopen, dat is dat ijzeren gordijn. Ja, die was hermetisch afgesloten, die werd goed gecontroleerd. Je kon niet zomaar van oost naar west, of andersom trouwens ook niet, maar er was dus één gat, West-Berlijn. In West-Berlijn konden mensen gewoon vanuit het communistische Oost-Berlijn naar het kapitalistische West-Berlijn. Daar hadden ze familie wonen, daar hadden ze vrienden wonen, daar werkten ze ook. En veel mensen, veel Oost-Duitsers vooral, die gebruikten West-Berlijn om te ontsnappen aan die communistische invloedssfeer, aan die communistische wereld. En in 1961 besluit de Sovjet-Unie in te grijpen door de bouw van de Berlijnse muur te beginnen. Die muur moest het laatste gat in dat ijzeren gordijn dichten. Ja, en wat gaan de Amerikanen nu doen? Was dit weer bluf van de Sovjet-Unie, net als bij die blokkade van Berlijn aan het einde van de jaren 40? Nou ja, misschien was dat wel zo, maar dit keer durfde de Amerikaan niet in te grijpen. Kennedy is bang voor een directe confrontatie met de Sovjet-Unie en hij staat de bouw van de Berlijnse muur toe. Hij grijpt niet in. Waar hij wel ingrijpt, is in Cuba. Dat is misschien wel het hoogtepunt van die hele Koude Oorlog, de Cuba-crisis. In 1959 grijpt Fidel Castro met zijn communistische troepen de macht in Cuba. Er vindt een communistische revolutie plaats. Castro die verzoekt de Sovjet-Unie om steun en uiteindelijk zal de leider van de Sovjet-Unie, Khrushchev in die tijd, die zal die steun ook gaan geven. In 1962 installeert de Sovjet-Unie lange afstandsraketten op Cuba. Dat zijn raketten die een groot deel van de Verenigde Staten kunnen raken. En dat is natuurlijk een grote bedreiging voor de Amerikanen. En die pikken dat dan ook niet. En dat is het begin van de Cuba-crisis. Hoe reageert Kennedy als de Amerikanen erachter komen dat er Sovjet-raketten op Cuba staan? Dan doet hij het volgende. Hij zegt dat die raketten van de Sovjet-Unie weg moeten. Alle schepen die naar Cuba varen, die worden tegengehouden door de Amerikaanse marine. Er is dus een blokkade van Cuba. En hij zegt ook tegen Khrushchev dat als er een raketaanval vanaf Cuba zou komen, dan zou die worden vergolden met een kernaanval op de Sovjet-Unie. Kennedy speelt hier hoogspel. Khrushchev speelt hier hoogspel. En dat is wat we ook zien op die afbeelding links. Links is Khrushchev, rechts zit Kennedy en ja, ze zijn in staat om elkaar te vernietigen. En die derde wereldoorlog is dan ook nooit zo dichtbij geweest als in 1962. Nou, uiteindelijk geeft Khrushchev toe, de raketten worden van Cuba afgehaald en tegelijkertijd
wordt het dan weer wat vriendelijker eigenlijk tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Na die Cuba-crisis worden eerste stappen gezet voor vermindering van de nucleaire dreiging. Er worden twee belangrijke beslissingen genomen. Ten eerste komt er een directe telefoonlijn tussen het Witte Huis, waar de Amerikaanse president zit, en het Kremlin, waar de Russische regering zit. In het geval van eventuele dreiging kunnen zij dan ook direct met elkaar contact opnemen, kunnen de zaken snel uitgesproken worden. En daarnaast wordt ook voor het eerst gesproken in de vermindering van de nucleaire dreiging, de dreiging van kernbommen. Niet dat ze allebei minder kernbommen gaan maken, maar wel dat er minder kernbomproeven zullen worden gehouden. Nou, die Cuba-crisis lost Kennedy dus uiteindelijk op, maar in Vietnam krijgt hij met een steeds groter probleem te maken. Daar was die communistische Viet Minh. En daarom breidt Kennedy de steun aan Zuid-Vietnam uit. Hij gaat militaire adviseurs sturen die het Zuid-Vietnamese leger moeten helpen. Hij gaat het gebruik van napalm toestaan en dat is een heel brandbaar goedje, zoals je daar ook op de foto ziet. Hij stuurt helikopters, hij geeft steeds meer geld. Maar die democratische regering van Zuid-Vietnam, ja, die brengt de Verenigde Staten voortdurend in verlegenheid. Want die democratische regering is eigenlijk helemaal niet zo democratisch. Er is een persoon aan de macht, Jem, die eigenlijk als een soort dictator het land probeert te regeren. Zijn eigen familie en zijn eigen kring heel erg voorttrekt. En dat gaat ten koste van de rest van de bevolking. Zuid-Vietnam lijkt steeds meer een politiestaat te worden. Daarom besluit de Verenigde Staten om meer in te gaan grijpen in Vietnam. En dat kan vanaf 1964. Kennedy is dan overleden. Johnson heeft hem opgevolgd. En Johnson die laat het hele conflict in Vietnam eigenlijk escaleren. Vanuit de Golf van Tonkin voor de kust van Noord-Vietnam kwam de melding binnen dat Noord-Vietnamese schepen torpedo's hadden afgevoerd richting Amerikaanse oorlogsschepen. Daar was helemaal geen schade bij en er was zelfs niet eens bewijs dat die aanval wel echt had plaatsgevonden. Maar Johnson gebruikte dit incident om het congres om toestemming te vragen om de Tonkin-resolutie aan te nemen. Hoe zat dat? Nou ja, normaal gesproken is het zo dat als een president de oorlog verklaart aan een land en troepen wil gaan sturen, dan moet hij daarvoor toestemming vragen aan het congres. En middels die Tonkin-resolutie zegt het congres, president, regering, doe wat je nodig acht, wij vinden alles prima, je hoeft ons niet meer een toestemming te vragen om militair in te grijpen. En daarmee begint de Vietnamoorlog voor de Verenigde Staten echt. Vanaf 1965 zal die oorlog razendsnel gaan escaleren. Het conflict loopt volledig uit de hand, heel veel burgerslachtoffers, het land wordt verwoest en bovendien gaan er heel veel Amerikaanse soldaten naar Vietnam. Johnson had gehoopt dat de oorlog snel voorbij zou zijn, maar dat is niet zo en uiteindelijk zitten er in 1968 meer dan 500.000 Amerikaanse militairen in Vietnam. Hij heeft het conflict totaal niet meer in de hand. In de Verenigde Staten leidt dat tot massaal verzet tegen die oorlog. De protestgeneratie laat van zich horen, de zwarte bevolking laat ook van zich horen, no Vietnamese ever called me nigger, oftewel waarom zou ik gaan strijden tegen Vietnamezen terwijl er in mijn eigen land nog zoveel racisme tegen me is. Dat was een gedachte die onder de zwarte bevolking heel sterk leefde. En uiteindelijk zal het verzet in Vietnam, maar dus ook het verzet in het eigen land, leiden tot het verlies van de Verenigde Staten. De Verenigde Staten verliezen voor het eerst een oorlog. En dat is een harde klap voor Amerika en ze moeten eens goed gaan nadenken over welke rol ze nu precies moeten spelen in de wereld. Ze gaan hun rol heroverwegen.